We gaan vandaag een high visible foam beetle binden, imitatie van een torretje. Nou, dit patroon werkt echt overal, hè, want torretjes komen overal voor op elk soort water. Nou, high visible wil inhouden dat we er een mooi klein stukje, in dit geval een stukje oranje foam. Ik ga zo meteen een stukje oranje aerodry wing van Teamco erin zetten. Dat je een mooi indicatiepuntje hebt, want zwart is een kleur dat heel snel wegvalt op het water. Dus dan ben je je vlieg kwijt, daarom doen we dat oranje of geel. In ieder geval een felle kleur binden we erin om het mooi zichtbaar te maken. Beginnen we met de haak. In dit geval gebruik ik een 102 ei van Teamco. Deze gebruik ik omdat het een mooie lichte haak is, een echte droge vlieghaak. En een mooie wijde bocht heeft. En dat is dit patroon wel heel mooi. Omdat je zometeen best wel wat proportie bovenop hebt, willen we onderin ook gewoon een mooie wijde bocht hebben om goed te kunnen haken. We beginnen met het opzetten van de binnenraad. Ik gebruik voor dit patroon een mooi dun bindraadje, in dit geval heb ik een 8-0. Als het een droge vlieg is, willen we niet heel veel volume opbouwen. Dat doen we al met het foam, dus dat willen we aan de onderkant niet hebben. Breng hem mooi naar de haakbocht toe. Dan gaan we nu vast het dekje inbinden. Nou, daarvoor gebruik ik een mooi stukje zwart foam van 3 mm. Dat is een mooi dik stukje, zodat hij veel drijfvermogen heeft, zodat je deze kan vissen zowel op stilstaand water als op stromend water. Ik knip er een stukje van ongeveer om en bij tussen de 1,5 centimeter. Even een mooi breed stukje, we kunnen hem straks altijd nog wel weer bijknippen. Pak nu even een schaartje met een kleine bocht erin, vind ik zelf het makkelijkste. Dan heel mooi even een puntje erin kunnen knippen en dan loopt hij ook gelijk een beetje mooi ovaal af. Door we zo meteen echt een beetje dat een rondige schildje krijgen, dat een kevertje normaal ook heeft. Breng je binnenraad weer een klein stukje terug. Ik begin ongeveer op de helft van de haaksteel. En dan ga ik de foam rustig inbinden. Dan bind hem nu gewoon rustig helemaal naar de haakbocht toe. Geen krachten zetten hierop. Gewoon wikkelen. Gewoon blijven wikkelen en dan zie je dat je het foam vanzelf heel mooi plat duwt. Er zit heel veel lucht tussen, dus zodra je je wikkelingen eroverheen maakt, zal het verdwijnen en zie je dat hij helemaal plat wordt. Bind hem een stukje, een klein stukje de bocht in. Dan kom je zo meteen, krijg je heel mooi dat ovale vormpje, wat een kevertje normaal ook heeft. Zo. Pak wel even een klein beetje bindlak. Even een paar druppeltjes erop. Om hem gewoon even mooi stevig vast te zetten. Want het zal mooi in het foam trekken. Zit goed stevig vast. Dan beginnen we een klein stukje die kant op. En dan binden we hem nog weer naar achter. Zo, die zit goed vast. Nou, dan gaan we nu de body maken. Voor de body gebruik ik power fibers. Een mooie stevige fibers. En als je die mooi ronddraait, komen heel mooi die borsteltjes om buiten te staan. En deze heeft ook gelijk een beetje die parelmoerglans wat een kevertje van zichzelf heeft. Dus daarom gebruiken we dit voor de body. Nou, voor de body gebruik ik ongeveer een fibertje of 6. Dan krijg je een mooie dikke body. Leg ze mooi met de puntjes allemaal aan elkaar toe. En je ziet dat dat ene wat langer is dan de andere. Dat is altijd zo met die parelfibers. Dus zorg gewoon dat je ze op een punt vastbindt waar ze allemaal gelijk zijn. En dan maakt het niet uit of de ene nou wat langer is achter dan de ander. En dan kunnen we gewoon helemaal naar de haakoog toe binden. Knip hem even af. Dan gaan we hem nu nog maar even één keer naar achter brengen. Even helemaal mooi strak tegen het foam aanbrengen. Zo, dan kan je nu weer naar voren toe. Dan brengen we hem nu niet helemaal naar voren, we laten nog een klein stukje over. Even dit stukje bloot laten. Tot daaraan gaan we de body inbinden. Ik pak nog even wel mijn bindlak erbij. Even net onder de power fibers, een klein beetje bindlak. Altijd mooi intrekken.
Word je vlieg alleen maar duurzamer van. Draai nu dan even mooi de pauwfibers even in elkaar. Dan krijg je soms een heel mooi lichaampje. Het zal heel mooi uit gaan staan en maak je hem ook extra duurzaam. Zo, en dan draai je hem rustig aan naar voren toe. Nou, je ziet nu dat je hier uiteindelijk een beetje dat borstelige effect krijgt van die pauwfiber. Dat is wat we willen, dat zijn net een beetje pootjes die het onderlichaampje van zo'n torretje normaal ook heeft. Dan bind je hem tot aan waar je gestopt hebt met je draad. Dan binden we hem af. Zo. Dan knippen we de fibers even weg. En bedekken we aan het einde goed met winddraad. Dan gaan we nu het schildje naar voren trekken. Dat doen we hier zo. Wat ik zelf altijd doe is hem even goed naar achter trekken. Op de boom eruit. Ik doe hem dan even tussen de wijsvinger zo. En dan zal je zien dat je heel mooi weet je, dat ovale vormpje krijgt. Dan gaan we hem hier ook even over met je andere twee vingers. En dan ga je hem hier rustig een paar slagen overheen doen. Rustig met je beendraad. Je ziet, hij glijdt helemaal door het foam en je hoeft er helemaal niet hard aan te trekken. Zo. Nou, en nu zie je dat we een heel mooi schildje hebben. Nou, dat is echt als een titeltje normaal zou hebben. Nou, dan gaan we nu eventjes, wat ik zelf graag doe, is dan om er toch nog wel een paar pootjes aan te doen. Ik gebruik hiervoor de mini legs van Vanyard. Dit is een heel mooi dun. Ja, als je daar een heel mooi zacht ook, want dat is wel belangrijk als je pootjes erin wil verwerken, in die kevertjes, zorg dat ze zacht zijn. Dus als je hard materiaal gebruikt als pootjes, zal je vaak zien als die vis hem pakt dat hij hem dan weer uitspuugt, omdat hij te snel weerstand voelt. Ik doe er nu mooi aan elke kant twee, dus we gaan hem erop en dan pakken we gewoon even twee legs. Het is even net een kleine highlight op de vlieg, omdat dit ja, dat rubber is, zal dit door het water heen zakken en de rest zal drijven. Dus we krijgen toch een klein stukje van de vlieg wat door het water heen breekt. Dan gaan we ze nu inbinden. Leg ze eventjes op het foam. Ik zelf leg ze altijd even zo recht in de overheen. Even je beendraad, een mooie slag met je beendraad. Je bobbin even hangen, want dan kan je hem mooi gaan fixeren. Dan doen we daar nu nog even rustig zo weer een slag overheen. En dan kunnen we ze nu even mooi naar de zijkanten gaan trekken. En dan zie je hier zo deze twee gewoon mooi naar voren toe. Slagen eroverheen. Nu zal je zien dat je pootjes heel mooi uit gaan staan daardoor. Die kant op. Doen we hetzelfde aan die andere kant. Deze twee pootjes even naar achter toe. Dan kunnen we ze nu even met crosswikkelingen even zetten. En dan zie je dat ze heel mooi uit gaan staan. Zo. Gaan we ze zometeen afknippen. Dan laten ze nog heel even deze lengte hangen. Dan kunnen we straks even de juiste lengte bepalen. Dan gaan we nu nog even heel mooi het toefje creëren. In dit geval gebruik ik de Aero Dry Wing van TMC. Dat is een mooie holle fiber, synthetisch. En ja, dit zorgt voor en heel veel drijfvermogen en een mooi indicatiepunt. Ja, dat als je vlieg op het water ligt, dat je altijd precies weet waar die is. Dat is wel belangrijk, zeker met die zwarte vliegjes. Die raak je nogal snel kwijt. Pak wel even een klein stukje. Even net een klein
stoefje. Even zoiets is makkelijker met verbinden. Dan kunnen we straks altijd weer even afknippen. Leg hem er even op. En dan maken we even mooi zo'n slag over het materiaal heen. Fixeren we mooi. En dan doen we dat hier ook. Even een slag of drie. Dan is die mooi vast. Gaan we nu dat nog even aan de achterkant doen. Nou, als je hem nu achter zo hier een paar slagen geeft, zal je zien dat je hem wat naar dit materiaal toe drukt. Zo. Doen we dat nu even ook aan de voorkant. Duw hem ook even goed vast. En een beetje die kant op. Zo. Draai het even mooi in elkaar. Nou, knippen we het toefje af. Zo. Dan maak je het even goed los met je brush. Dat is heel mooi. Naar elkaar toe gaat staan. Zo. Ja, nogmaals, dit is echt puur voor indicatie. Het is niet een imitatie van een vleugeltje of zo. Het is puur om een mooi indicatiepunt te hebben van de vlieg. Ja, kunnen we hem nu heel mooi eventjes nog even een paar slagen bij het haakoog maken. Om rustig aan afbinden. Pak even je. We finishen. Gaan we rustig aan afinishen. Zo. Knip je even je draad af. Ja, gaan we nu het foam even afknippen. Ja, je kan hem heel dicht bij de haakoog afknippen. Doe hem het liefst nog een klein stukje uit laten steken. Dan krijg je ook mooi als je het over het water als je hem laat driften. Maar ook als je een beetje naar binnen trekt. Ja, langzaamaan dan gaat hij wat beter bewegen. Even zo. En dan knippen we hem af. Nou, we doen nu alleen nog even de pootjes even een beetje afknippen. Aan de voorkant en de achterkant. En die twee. En dan hebben we net wat kleine pootjes zo. Ah, dat is hem dan. Een high visible foam beetle. Ik zou zeggen, heel veel plezier met het binden van dit patroon en met het vissen ervan.